Poco Loco! Poco Loco! No! Hallo bewoners van de GameStop en welkom bij deze nieuwe Brawl Stars video. Als je meer Brawl Stars wil zien, check ook zeker Marnie uit. Maar laat even een like achter als jullie hier zin in hebben. Dan gaan we vandaag eens knallen, want we gaan vandaag met random knokkers potjes spelen. We gaan overal in proberen te winnen. We beginnen met edelstenen graai en ik ga een random knokker uitkiezen. En daarmee gaan we dus een win halen, hoop ik althans. Oké, dus ik kan nu geen favoriet kiezen. Ik moet gewoon swipen. En in 3 seconden ga ik dan bijvoorbeeld een knokkertje aantikken. En die knokker moet ik gebruiken in edelstenen graai. Dus oké, daar gaat hij jongens. 3, 2, 1 en die. Nita. Nita, oké. Oké. Dat kan nog wel chill zijn. Misschien met Nita gaan we een edelstenen graai hopelijk winnen. Zo de knetter. Gaan we dan. Oeh, zijn dat hele chille knokkers met wie ik speel? Niet echt bepaald. Oké, de bom die heeft de edelstenen iets dichter bij ons gebracht. Dat is chill. Hoppatee. Oh, de special van Barley doet pijn. Ik voelde hem. Rosa, help me bommenwerper. Ja, oh bijna. Come on jongens. Mijn team, waar is mijn team? Ah, mijn team is in no time gewoon kapot. Come on. Maak die Rosa kapot. Lekker, hè? Eindelijk doet Bo ook nog eens wat goed hier in dit potje. Hoppatee. Kom op, Bo. Kom een beetje naar achter. Je hebt heel veel. Oké, dan pak ik ze. Hoppatee. Ik zet mijn beer in ter afleiding. En we gaan een beetje naar achter. We hoeven nog maar één. Nog maar één, jongens. Kom op. We kunnen dit. Easy. Uh-oh. Dit moeten we easy kunnen, toch? Dun. Ja hoor. Let's go. Kom op, nou nog een beetje achterblijven, Bo. Zorg dat je niet doodgaat. Bo gaat alsnog fighten, want hij wil waarschijnlijk gewoon de sterspeler zijn. Maar we hebben gewonnen. Lekker jongens. Het eerste potje met een random knokker is gewonnen. En ik ben ook nog eens de sterspeler. Oké, dit vind ik chill. Dit vind ik oprecht goed gewoon eigenlijk. Heel fijn en... Yeah, we hebben dit gehaald. Krachtpunten, maar voor wie ga ik die inzetten? Wie ga ik die geven? Kracht 7, 7, 6, 7, 7. 1. Bo is 1. Ja, ik vind Bo ook helemaal niet chill. Dus waarom zou ik hem dan die dingen geven? Ik geef het gewoon aan Daryl. Ja, gewoon aan Daryl. Stom misschien, maar ja, ik verdien niet dat Bo het verdient. Nee, Bo verdient het niet. We gaan een solo showdown doen met een random knokker. In 3, in 2, in 1. En bam. Dit gaat geen win worden. Dat voel ik al aan alles wat ik heb. Maar oké, we gaan eens kijken. Kunnen we een winnetje halen met Brock? Brock, maar waar zijn dan alle kistjes? Ik heb kistjes nodig. Hey. Gimme. Kom op. Nog eentje dan. Oké, got him. Frank probeert het hier een beetje kaal te krijgen. Tun. Ga lekker met anderen fighten. Niet met mij. Oké, ik wil gewoon dat anderen gaan fighten. Dat ik me ermee kan bemoeien. En dan kan ik ze uiteindelijk misschien afmaken. Geen kogels meer. Mijn kogels zijn op. Weg. Oké. Een beetje healen. Hij denkt dat hij nog op mij schiet, maar dat doet hij niet. Ik zit daar niet. Oké. Ja, dit is niet goed. Hier even zitten. Campen. Healen. Kom op. Yes, got him. Oké, weg hier. Bam! Ik ontweek je special. Noep. Hoppatee, die is ook down. Oké. Gaat nog niet heel erg slecht. Oef. Oh. Poco Loco! No! Zo fucking dichtbij!
Ik had gewoon bijna gewonnen met Brock, jongens. En ik dacht dat het zo slecht zou gaan. Sorry dat ik zo schrikte, maar dit was... Schreeuwde, maar dit was zo dichtbij. Oh, was dit een spannend potje. Oké, knokbal. Nou, dan maakt me niet zoveel uit welke knokker ik daarbij krijg. 3, 2, 1, boom. Nita. Alweer Nita. Nou, oké. Nou, Nita is in ieder geval wel heel fijn. Nou, daar hebben we dan een beetje geluk mee. Ik vond die showdown net best wel leuk eigenlijk. Waarom heb ik 2 knokkers bij me in het team die alleen maar kunnen gooien? En verder eigenlijk niet zoveel. Verder eigenlijk helemaal niks. Oké, we kunnen nu gaan. Kom op. Move. En Moniker doet alles in zijn uppie. Oh, als we nu alles even gaan winnen hier. Dat zou ik zeer appreciëren. Oké, jij neemt hem mee. My best, meneer. My best. Auw, ik ben down. Verdorie, waar is de beer heen? Waar is de beer? Oké, we gaan. Let's go. Help mijn team. Waar is mijn team? Wat moet ik dit in mijn eentje doen? Unbelievable. Oh my god, hij scoorde bijna een eigen goal. Nou, lopen. Doe iets, team. Jonge. Kom op. Kom op, jongens. Doe je best. Schiet die bal echt goed zo. Nou, we gaan het proberen. Ik heb de bal. Go. Even een beetje healen. Oké, ik ben down, maar we houden het goed vol. Alleen het is 1-1. Dat is nog een beetje jammer. En ik ben volgens mij best wel stil, maar ik ben heel gefocust aan het spelen. Score alsjeblieft, jongens. Doe het. Score een keertje. Kom op, jongens. Healen. Oké. Move. Niet voor de goal gaan durpen. Oh my god. Wat een noobs heb ik in mijn team. Ze gaan gewoon voor de goal, gaan ze gewoon durpen met de bal. Nou, dit vind ik niet tof, jongens. Dit vind ik echt niet tof dat ik zo'n stom team heb. Nou, er blijft nog één dingetje over en dat is belegering. Belegering gaan we doen. 3, 2, 1. En ik speel met jou. Jesse. Oké, we gaan met Jesse spelen. Oh, wat was dat een stom potje net, zeg. Wat een stom team. Daar gaan we dan. Let's go. Kom op, team, doe iets. Ah, wat doet Bo nou in de bosjes campen? Ga iets doen. Ik word altijd zo boos voor die teamleden die gewoon niks doen. Hier, die Penny hier, die doet tenminste nog wat. Oh god, ik ga dood. Help me. Onze robot gaat kapot, jongens. Die doet nog helemaal geen damage. En hij gaat nu al kapot. Oké, we blijven die schroeven. Hier is nummer 1. Daar is nummer 2. Dan pak ik deze schroef. En dan gaat Penny naar die schroef. Dan zet ik die daar neer. En jij pakt die. Lekker bezig. Oké, level 8 robotje. Let's go. We moeten meer schroefjes verzamelen. Onze robot gaat er al op af. We kunnen met de robot meelopen. Maar zij gaan nu verdedigen. Of niet? Nou, we kunnen gaan aanvallen. Doet onze robot überhaupt al wat damage? Ja hoor, eindelijk. Lekker bezig, robot. Oké. We hebben best wel wat damage gedaan uiteindelijk. Ik ga voor de schroefjes. Ik heb de eerste.
En ik heb de tweede. Oh. Dammit, maak hem af. Ja, lekker bezig team. 6-6, geen belegeringsrobot omdat het een gelijk spel is. Nu staan we wel voor. Nou, we gaan dit toch wel winnen zo nu, hè. Of is het gelijk spel omdat er nog niemand dood is? Ik weet niet hoe dit werkt eigenlijk precies. Gevecht afgelopen. We hebben toch gewonnen, hè. Ja. Lekker bezig. Oké. Ik ga nu nog even naar mijn clubje kijken. Onze club heeft 1,4 miljoen trofeeën. Laat zeker weten wat jullie de volgende keer in de video willen zien. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende Brawl Stars video alweer.